Goedemorgen, Otwin van Dijk. En wat een prachtige achtergrond heb je. Otwin, je bent burgemeester in Oude IJsselstreek. Maar volgens mij heb je vroeger in een bankje gezeten wat er niet staat in ieder geval. Ja. Kun je jezelf even voorstellen voor de mensen die je nog niet kennen? Dat zijn er ongetwijfeld niet. Ja, dankjewel Jan. Ik ben Otwin van Dijk, burgemeester van de Achterhoeksgemeente Oude IJsselstreek. En voordat ik burgemeester werd van deze mooie gemeente, heb ik 4 jaar in de Tweede Kamer gezeten. En dat is eigenlijk dat plekje hier achter me. Dit is zo'n achtergrond, dat kun je met Zoom altijd heel mooi instellen. En ik zit zelf in een rolstoel. Dus één van die blauwe stoeltjes, die moest worden weggehaald, zodat ik daar plekken kon nemen. En ik vond deze foto vanochtend, vond ik hem nog even. Dus ik dacht, dat is volgens mij wel even een leuke achtergrond ook voor dit interview met jou, Jan. Nou, voordat ik 4 jaar in de Tweede Kamer heb gezeten, ben ik ook nog 8 jaar wethouder geweest in de gemeente Doetinchem. Dus ja, eigenlijk al best wel een tijdje dat ik meega in de politiek en in het openbaar bestuur. Nou, ik vertelde al, ik zit in een rolstoel. Ik heb op mijn 18e een ongeluk gehad, waardoor ik een wervel in mijn nek heb gebroken en een dwarslezen heb opgelopen. Opgelopen, wat dan eigenlijk wel een gekke woordspeling is overigens. En sinds mijn 18e zit ik dus in een rolstoel. En heb daardoor ook ervaren, zeg maar, in de eerste 18 jaar van mijn leven, ja, wat het is om geen handicap te hebben. En hoeveel dingen dan eigenlijk gewoon volstrekt normaal zijn, waar je eigenlijk nooit bij stilstaat. En dat als je eenmaal in een rolstoel terechtkomt, en je komt ook in aanraking met, nou ja, de ontoegankelijkheid soms van het openbaar vervoer of van gebouwen, of de eerste stappen die je ook zet als je in aanraking komt met onze sociale zekerheid, of hoe we de zorg hebben ingericht, of als je een rolstoel nodig hebt, ja, dan frons je wel eens je wenkbrauwen, dat je denkt, jongens, wat hebben we dat toch ongelooflijk ingewikkeld gemaakt in dit land. Is dat de reden waarom je de politiek bent ingegaan? Ja, als ik heel eerlijk ben, kijk, ik kom uit een politiek nest, hè, dus mijn ouders keken ook naar, vroeger heet dat nog het Capitool en Buitenhof, dus er werd thuis ook wel gesproken over politiek. Overigens waren mijn ouders geen lid van een politieke partij, maar ja, er werd wel bij ons thuis over gesproken. Maar met de dingen die ik vervolgens zelf ook meemaakte, na mijn ongeluk, dacht ik ook echt van, jongen, daar moet jij ook een bijdrage aan gaan leveren. En toch proberen om een aantal dingen ook heel anders te doen. Dus ja, zeker een deel van het feit, een groot gedeelte denk ik wel, dat ik de politiek in ben gegaan, heeft zeker te maken met het feit dat ik dat ongeluk heb gehad. Daar heb ik wel mijn, zoals ze dat dan zo mooi zeggen, ja, toch wel mijn drijfveren ook wel ontwikkeld. En ook wel, ja, geleerd wat ik daar ook echt anders wilde doen in die politiek. Je bent heel erg bekend geworden eigenlijk bij onze achterboom. Samen met Linda Voortman met het VN-verdrag, hè, de ratificatie daarvan. Heeft het 10 jaar geduurd, dus dat heeft me eigenlijk voortdurend verbaasd. Heb je nou één idee, waarom heeft het nou 10 jaar geduurd? Die verbazing die deel ik met je hoor. En naast dat het verbazend is, vind ik het eigenlijk ook best wel een beetje schandalig. Volgens mij was Nederland samen met Zimbabwe en Oeganda, of zoiets, de laatste 3 landen ter wereld die nog geen handtekening echt onder dat VN-verdrag hadden gezet. Dus die niet hadden omgezet in, nou ja, nationale wetgeving, ratificeren, noemen ze dat dan met ingewikkelde termen. Nou, in Nederland hebben we er altijd, ja, 2 redenen voor. Tenminste, de officiële reden is dat we zeggen, we willen niet alleen maar zomaar een handtekening zetten, maar dan willen we het ook echt goed doen. Hè? Dus niet zet maar een handtekening en gooi met het laadje. Maar ik denk dat de officieuze of de niet-officiële reden is dat we toch een beetje in een land zijn soms van kruideniers. Hè? Namelijk, wat gaat dat wel niet allemaal kosten als we daar een handtekening onder zetten? Want wat kost het dan als je dat openbaar vervoer toegankelijk moet maken, of als je gebouwen toegankelijk moet maken, of als je echt mensen met een handicap ook een goede positie wil geven op de arbeidsmarkt? Joh, wat kost dat dan eigenlijk niet allemaal? En dat vind ik overigens persoonlijk een volkomen volstrekt verkeerde bril. Niet alleen qua moraal, hè, alsof kosten de enige manier is waarop je met naar mensen met een handicap wil kijken. Maar ook omdat je daarmee ook vergeet dat sommige investeringen, zoals bijvoorbeeld in een goed toegankelijk openbaar vervoer, of in goede opleiding en goede kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking, ja, daar staan ook heel veel opbrengsten tegenover. Hè? Het feit dat je gewoon dan meedoen eigenlijk. Weet je, ook talenten die we in dit land gewoon aan de kant laten liggen, dat vind ik echt, ja, dat vind ik eigenlijk onbestaanbaar. Dus ja, het is best wel een schande dat we er 10 jaar over hebben gedaan om dat verdrag te ratificeren. Ik weet toevallig dat de VVD een van de partijen was die het er langs heeft tegengehouden. En dat daardoor eigenlijk, mede dankzij uiteindelijk SGP en CDA,
Er is onderhandeling geweest op een gegeven moment. Ja. Waar in feite gezegd werd, nou, als we nou het woordje geleidelijk toevoegen, dan worden we gelukkig met z'n allen en gaat de VVD meestemmen. Nou, volgens mij is geleidelijk de meest dodelijke zin die ze hadden kunnen toevoegen. Want kijk maar naar het bouwbesluit, kijk maar naar alle wetgeving die er onder ligt. Geleidelijk stelt geen reet voor, sorry dat ik het zeg. Maar ja, hoe kijk jij erop terug? Ik bedoel, toen dachten we, het is de oplossing, anders was het helemaal nooit geadviseerd volgens mij. Nee. Hoe kijk je daarop terug op dat moment? Ja, ik ben wel een rasoptimist. En ik zie overigens dat er 5 jaar, dit jaar is het 5 jaar geleden dat het VN-verdrag is geratificeerd, dat er in die 5 jaar dingen zijn veranderd, maar dat we er nog lang niet zijn. Dus geleidelijk is ook maar net welk tempo je op de geleidelijkheid zet. Is dat er een met een slakkengangetje of wordt het niet eens tijd om de turbo aan te zetten? Kijk, ik denk op zichzelf dat we ook de symbolische waarde van het ratificeren van het verdrag, dat we dat niet moeten onderschatten. Dat is echt van een cruciaal belang. Dus als ik ook kijk wat er de afgelopen jaren ook over gesproken is, van jongens, dit kan niet, want het is in strijd met het VN-verdrag. Of kom op, we zullen wat met dat bouwbesluit of toegankelijkheid of met het passend onderwijs, om maar eens iets te noemen, echt wat moeten doen. Want het VN-verdrag is ook, ja, verplicht ons dat ook om te doen. En nog los van de verplichtingen, dat moeten we ook gewoon willen met elkaar. Ik denk dat het belang daarvan, zeg maar, dat moet niet worden onderschat. Dat is gewoon echt heel erg cruciaal. Tegelijkertijd denk ik ook wel, weet je, geleidelijkheid. Nou ja, weet je, ik denk dat iedereen snapt dat op het moment dat dat verdrag werd geratificeerd, niet de dag daarna alle gebouwen toegankelijk werden. Of ineens het onderwijs echt fantastisch was ingericht voor iedereen die net een klein beetje hulp of toegankelijkheid of steun in de rug nodig heeft. En dat voor de arbeidsmarkt precies hetzelfde geldt. Dus die geleidelijkheid die zit er van nature, zou ik zeggen, al bijna in. Namelijk, ja, dat gaat niet in 1 of 2 dagen. Maar, Otwin, ik wil niet veel zijn, maar jij bent ook in Amerika geweest. En ja, toen de EDA daar kwam, hebben ze wel een bepaalde limiet gesteld, gewoon een jaartal, ja, waarop gezegd dat alle nieuw te bouwen gebouwen, bijvoorbeeld gebouwen, moet het wel toegankelijk zijn. Ik bedoel, waarom daar wel en hier niet? Ja, kijk, je onderbrak me net voor de komma. Dus ik snap, wou ik zeggen, dat dat niet binnen 1 of 2 dagen of misschien jaar, zeg maar, ook gerealiseerd is. Maar het gaat in Nederland gaat het wel te traag. Dus geleidelijk, ja, dat snap ik. Maar geleidelijk mag geen excuus voor trainering zijn. We waren al een van de laatste die het verdrag ratificeerden. En als je dan ook nog ziet met welke slakkengangetje dat nu op een aantal punten, zeg maar, ook vooruitgang wordt geboekt, dan is dat gewoon niet goed. Je noemde zelf net al inderdaad die ADA, die Americans with Disabilities Act. In 1990, volgens mij uit mijn hoofd of 92, is die door de Amerikaanse wetgeving aangenomen. En een paar jaar later, dan hebben we het echt niet over 10 jaar, maar echt over enkele jaren later, was het merendeel van de gebouwen was toegankelijk. Het merendeel van het openbaar vervoer was toegankelijk. Dus daar zat ook gewoon uitvoering aan. Dus wat volgens mij voor de komende kabinetsperiode ook belangrijk is, dus de mensen die op die bankjes hier achter mij op een gegeven moment gaan plaatsnemen, is dat we zeggen van oké, we hebben in 2016 hebben we dat verdrag ook in werking laten treden, geratificeerd. Het is dan 2021. We hebben daar, als het gaat om de mindset, gemeenten zijn ermee bezig, VNO-NCW is ermee bezig, maar nou is het toch echt wel tijd om rondom een aantal grote vraagstukken, bouwbesluit, het onderwijs, de arbeidsmarkt, het openbaar vervoer, om daar nou gewoon ook echt dingen echt goed te gaan regelen. Dat is een mooie opdracht aan de parlementariërs. Dus daarmee hebben we, zeg maar, de totempaal hebben we neergezet. Dus het symbool van het VN-verdrag, dat staat. We hebben er ook een aantal jaren, ik wil niet zeggen kunnen wennen, maar ook daarover kunnen hebben met elkaar. Maar nu wordt het ook al tijd om het gas erop te geven. Dat ben ik heel erg met je eens. Jij werkt op lokaal niveau. Je bent burgemeester van een mooie omgeving overigens. Leuke plek om burgemeester te zijn, volgens mij. Ja, wat ik zeker me afvraag, het facultatief protocol. Daar hebben we het ook vaak over. Dat is ook nog steeds niet geratificeerd. Maar dat kan ook gemeenten. Daar kun je ook als burger, zal ik maar zeggen, toe. Als je gemeente, zal ik maar zeggen, in gebreken blijft. Alle partijen kunnen voor het college van de rechten van de mensen verzoeken om daar te komen praten over een bepaald thema. Dat kan niet bij de gemeente, behalve op het gebied van arbeid. Waarom zijn de gemeenten nou zo bang voor het facultatief protocol? Waarom duurt het zo lang? Want Martin van Rijnen, de voorganger, had ik toevallig een interview mee. En toen lag het in feite al klaar. Dit hele kabinet heeft er, nou, vergeef mij mijn woorden, niets mee gedaan. Nee.
Nou, nee, overigens zijn gemeenten helemaal niet bang voor het facultatief protocol. Ik mag ook ambassadeur voor het VN-verdrag zijn voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En als ik zie hoe gemeenten pleiten voor aanscherping van het bouwbesluit, die zijn voor strengere bouwnormen, helemaal niet tegen. Hoe gemeenten ook pleiten voor, laten we nou van het passend en het inclusief onderwijs ook gewoon echt een succes gaan maken, daar zit echt wel energie. Kan altijd een wethouder aanwijzen ergens in het land die er wat minder mee heeft, hoor. Dat zou ongetwijfeld waar zijn. Maar bij de gemeenten, misschien ook wel logisch, hè, want die zien jou en mij als rolstoelers ook gewoon als eigen inwoners en burgers en zien het ook het belang ervan in, dat dingen daar gewoon goed voor geregeld worden. Dus bij de VNG zit helemaal geen, bij gemeenten, geen allergie voor het facultatief protocol. En het heeft mij erg verbaasd dat ding nog steeds niet ondertekend is, hè, ook geratificeerd is. Want tijdens de behandeling van het VN-verdrag is er al een motie aangenomen met een ruime Kamermeerderheid die het kabinet ook oproept om dat het facultatief protocol ook te ondertekenen. Dus de politieke steun vanuit de Kamer, die is er. Dus waarom het kabinet dit nog niet geratificeerd heeft, dat facultatief protocol. Hè? Voor de mensen die niet precies weten wat het is, dat betekent dat je ook echt bij de VN kunt klagen, zeg maar, op individueel niveau, hoe het, ja, of het een beetje goed gaat of niet. Ja, dat heeft mij hooglijk verbaasd. Ook dat is misschien weer die koudwatervrees die dit land soms heeft, om af en toe echt gewoon het gas erop te geven. En te zeggen, jongens, weet je, die 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn gewoon inwoners en burgers. Gaan we de boel gewoon goed voor regelen. En daar hoort bij goede onderwijswetgeving, bouwwetgeving, de moraal van het verhaal. Hè? Dus dat we ook gewoon inclusieve taal gebruiken en niet... Ondertiteling bijvoorbeeld, hè? Daar hebben we mee te maken. Absoluut, absoluut. Ondertiteling, weet je, gewoon dat soort dingen. Ook de zichtbaarheid, hè? Rick Brink met zijn koffer van Rick, die ook bijvoorbeeld in de media ook zegt van... Ja, waarom zien we eigenlijk zo weinig mensen met een beperking die bijvoorbeeld ook of hoogleraar zijn of in mijn geval burgemeester of wat dan ook. Waarom zien we eigenlijk zo weinig mensen met een beperking gewoon op de televisie of op de plekken waar je eigenlijk ook mensen wil zien. Dat zien we in het buitenland, in de Verenigde Staten of in Engeland. Dan zie je gewoon een weerlezeres die een deel van de arm is. Nou, vertelt gewoon het weer. Ja, daar heb je geen arm voor nodig om het weer om weervrouw te zijn. Dus dat soort ook zichtbaarheidsdingen, ja, daar moeten we in Nederland echt nog wel, flink wat slagen in slaan. Dat we dat soort dingen ook gewoon gaan vinden. In mijn gemeente groeien gewoon 40.000 mensen. Daar groeien gewoon kinderen op in het besef dat een burgemeester prima in een rolstoel kan zitten. Vinden dat ook helemaal niet gek. Ja. Dat is ook heel goed. Alleen, een van de dingen die me nog wel, wat ik me ook nog wel afvraag. Kijk, we zien nu bij het corona, we zitten midden in het coronatijdperk. En in feite een historische periode. Waar ik echt verbaasd over ben, ik weet niet of dat naar mij deelt, maar dan hebben we het over gelijkbehandeling, maar we zien dat mensen met een handicap, zeker die extra risico lopen, al vanaf 10 maart vorig jaar in quarantaine zitten. We hebben nou weer die vreemde uitspraak over dat je beneden de 70 mag je dan niet met brief stemmen. Nou, dat is een vorm van leeftijdsdiscriminatie, volgens mij, die ik niet kan uitleggen. Nee. Maar het is wel heel belangrijk om te gaan stemmen. Ik bedoel, zie jij dat belang zelf ook? Of denk je dat dit coronatijdperk er zo zal toe leiden dat er juist steeds minder mensen met een handicap gaan stemmen? Nog even los over die van de stemmen kom ik zo meteen op, maar ook even die coronaperiode. Het is een heel raar tijdsgevricht waar we nu eigenlijk in zitten. Want als het gaat om inclusie of inclusief denken, lijkt het misschien wel of we soms wel 10, 20, 30 jaar terug in de tijd hebben gedaan. Je noemde zelf net al voorbeelden van mensen die al bijna een jaar lang zelf in thuisquarantaine zitten, omdat ze vanwege hun kwetsbare gezondheid er niet uit durven of ook gewoon simpelweg niet uit kunnen. Omdat als je ziek wordt, dat je dan een grote kans loopt om te overlijden. Dus daar waar we eigenlijk willen naar een samenleving waarin mensen met een kwetsbare gezondheid en zonder kwetsbare gezondheid, met en zonder handicap, gewoon met elkaar kunnen verkeren, zeg maar, gewoon in de samenleving. Zie je nu eigenlijk, nou, deze week eigenlijk ook die uitspraak van Koen Teulings en zijn clubje, die ook zei van, ja, weet je, moeten we nou het hele land op slot doen voor die 4,5 miljoen mensen met een kwetsbare gezondheid, als we die nou eens isoleren. En dat betekent dus dat je dus een gesegregeerde, exclusieve samenleving bepleit, zodat we met z'n allen weer naar het... Hoezeer ik ook snap dat jongeren dat moeilijk hebben, en we smachten overigens ook, hoor, naar festivals en leuke dingen, dat heb ik ook.
Maar als je het eens goed op je door laat werken, dan zeggen ze dus van, joh, als we nou die 5 miljoen Nederlanders nou eens even apart zetten, dan kunnen wij weer leuke dingen doen. Jongens, over moraal of over fatsoen of over solidariteit gesproken, ik vind het echt onbestaanbaar dat je dit soort teksten nog uit je strot krijgt. En als je zegt van, ik snap dat we behoefte hebben aan, weet je, ruimte om te leven, misschien ook een versoepeling, maar dat je ook gewoon durft te zeggen, we zetten gewoon 5 miljoen mensen wel even, ja, ik zou wel zeggen, jouw slogan die je soms hebt, Jan, terug naar de bossen, dat je mensen gewoon even lekker isoleert, zodat wij weer ons gang kunnen gaan. Hè? Dat vind ik onbegrijpelijk. Dat meen ik echt niet. Nou ja, misschien heb jij nog wel een leuk terreintje over in de Oude IJsselstreek. Ja. Om het zo gozer te maken. Mensen, alsjeblieft, ga stemmen. Ga echt stemmen. Kijk naar al die verkiezingsprogramma's, wat daar ook staat, over het VN-verdrag, over de positie van mensen met een handicap. En mooie hashtag 2 miljoen. 2 miljoen stemmen. Dat is hartstikke veel. Dat is dus ook voor mensen met een, voor de politieke partijen, een waanzinnig interessante doelgroep. Dus ik vind het ook het belang van mensen met een beperking om dat ook te laten zien. Hè? Het is niet zomaar af en toe eens een keer 1 of 2 stemmetjes hier en daar, maar dat zijn ongelooflijk veel stemmen. En zeker in deze tijd met de partijpolitieke versplintering is een goed programma voor mensen met een beperking en daarin ook mensen met een beperking zelf ook een plek opgeven op die kandidatenlijsten. Ja, dat is waanzinnig belangrijk. Dus mensen, alsjeblieft, ga lezen en ga vooral ook stemmen. Ik ben echt van de school, niet stemmen is niet piepen. En andersom gezegd, wel stemmen betekent ook wel invloed en ook van je laten horen. Ja, als we willen, en daar pleit ik eigenlijk al best een tijd voor, als we vinden dat we nu aan een soort met van emancipatiefase voor zitten voor mensen met een beperking, die 2,5 miljoen Nederlanders. Ja, weet je, laat ik maar zo zeggen, toen de vrouwenemancipatie opkwam, of van de emancipatie van de arbeider, als ik 100 jaar geleden ga, die zeiden ook niet, ah joh, laat het maar aan anderen over om eens te kijken wat die ervan vinden, wat ze voor ons gingen regelen. Nee, die vrouwen gingen zelf ook de straat op. Mensen met een, de arbeider vroegen zelf ook om kiesrecht. Of mensen met een allochtone achtergrond zijn ook bezig met, joh, wij verdienen ook een plek in de samenleving. En terecht allemaal. Maar dat betekent dus ook dat als je vindt dat we de dingen in dit land goed moeten regelen voor mensen met een beperking en die gewoon, net als ieder ander, gewoon burger en inwoner moeten zijn, dat betekent ook dat je zelf letterlijk of figuurlijk op moet staan. En dat je dus ook van je moet laten horen, dat je moet gaan stemmen en dat je dus ook politiek actief moet gaan worden. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Dat hoort ook bij emancipatie. Behoort ook dat niet overlaten aan anderen, maar zelf ook op staan. Ik wil je hartstikke bedanken. En je bent en blijft politicus met veel woorden. Otwin, dank je wel, Jan. Ja, het is ook een beetje enthousiast met je onderwerp.